Met de grondwet van Torbeck in 1848 veranderde er veel in de Nederlandse politiek. En in de jaren daarna zullen we zien dat er steeds meer politieke stromingen op gaan komen. Nou ja, en welke zijn dat dan? Laten we eens even die Tweede Kamer erbij pakken in een, ja, een beetje een flauwe striptekening misschien, maar die wel heel veel duidelijk maakt. We zien daar links, zien we de voorzitter van de Tweede Kamer zeggen Hier, de vergadering is geopend, over een uur zullen we een korte theepauze nemen. Nou ja, en je ziet dat daar verschillend op gereageerd gaat worden. En eh, die verschillen, dat zijn eigenlijk die verschillende politieke stromingen. Zo is er bijvoorbeeld de stroming van de conservatieven. Dat zijn mensen die altijd liefst bij het oude willen laten. En dat zie je ook in die strip ook terugkomen. Hè? Die staan daar links ook. Gisteren deden we dat al na een half uur, die theepauze. Wij conservatieven vinden dat het zo moet blijven. Oftewel, je moet zo weinig mogelijk verandering doorvoeren. Maar je ziet dat er ook anders op gereageerd wordt. Hè? Daarboven zie je dan bijvoorbeeld thee, geen biertje. Er is vlakbij een klooster waar ze brouwen. Hey, een klooster dat verwijst naar het geloof en naar het christendom. En de tweede stroming, dat is dan ook de confessionelen. Die willen een samenleving op basis van het geloof, het christelijk geloof. En dat zijn dus zowel katholieken als protestanten. En dan zien we daar rechtsboven, ach wat, laat iedereen vrij zijn om zelf te kiezen. Wij liberalen, en dat zijn dus liberalen die staan voor individuele vrijheid. En dan zie je nog bier, wat een revolutionair idee. Nou ja, dat zijn de socialisten. Die willen namelijk dat er veel verandert, een revolutie plaatsvindt om het lot van de arbeiders te kunnen verbeteren. Oké, okay, dit was even heel kort. Laten we nu eens wat uitgebreider stilstaan bij die politieke stromingen. De conservatieven slaan we even over. Maar die andere drie politieke stromingen, daar gaan we wel naar kijken. En we beginnen bij de liberalen. Het liberalisme, daar zit het woordje uh, liber erin. Dat, dat is Latijn voor vrij. Hè. Denk ook aan het Engels, liberty bijvoorbeeld, vrijheid. En wat de liberalen dan ook willen, is vrijheid voor het individu. Hè, als iedereen zo vrij mogelijk wordt gelaten, dan heeft iedereen de kans om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daar moeten mensen niet in beperkt worden. Dat vinden liberalen. Nou, die liberalen die hebben vooral hun aanhang onder de hogere burgerij, hè, dus de rijkere mensen in de samenleving. Ja, en wat zijn dan belangrijke standpunten van die liberalen? Nou, ja, zij vinden bijvoorbeeld dat de grondrechten van burgers beschermd moeten worden in de grondwet. Hè, dus dat is ook waarom dat erin is vastgelegd in die grondwet van Thorbecke, want dat was een liberale grondwet. Zij vinden ook dat uh, het parlement de vertegenwoordiging van het volk, de regering moet kunnen controleren. En zij vinden dus dat als iedereen zo vrij mogelijk moet worden gelaten, dat de overheid zich ook zo weinig mogelijk moet bemoeien met de samenleving en met de economie. He, je moet zorgen dat het veilig is, dat de wegen allemaal goed zijn en dergelijke, maar je moet voor de rest niet allerlei wetten en regels op gaan leggen. Dat zou ten koste gaan van de vrijheid van mensen of van bedrijven bijvoorbeeld en dus ook hun ontwikkeling in de weg staan. Dan door naar het socialisme. Het socialisme die hebben tot doel om voor meer gelijkheid en gelijkwaardigheid in de samenleving te zorgen en ze komen eigenlijk vooral op voor de arbeidersklasse, daar hebben ze ook een aanhang onder. Wat zien zij namelijk gebeuren? Dat de verschillen tussen rijk en arm en zeker dus die onderkant, die arbeidersklasse, nou ja, dat die steeds uh, verder achterop raken en dat hun belangen eigenlijk niet echt worden vertegenwoordigd in de politiek. Alleen is het onder socialisten wel even de vraag hoe ze dan tot die gelijkheid en die gelijkwaardigheid gaan komen. Er zijn eigenlijk twee stromingen. De ene stroming is de stroming van socialisme of ook wat communisme. En die willen hun doel vooral bereiken door een revolutie. Zij verwachten dat uiteindelijk het verschil tussen rijk en arm zo groot gaat worden. dat die arbeiders het niet meer pikken en in opstand gaan komen. en zo de macht overnemen. En dan kunnen zij dus een samenleving gaan maken waar meer gelijkheid en gelijkwaardigheid is. De tweede stroming, dat is de stroming van de sociaaldemocraten. En daar zit dat woordje democratie al in. Daar willen zij gebruik van maken. Uh, zij willen namelijk dat de overheid betere wetten gaat maken waarmee de arbeiders beter beschermd worden. Hè, dus dat bijvoorbeeld, uh, er bijvoorbeeld een minimumloon komt of iets dergelijks, waardoor die arbeiders het beter krijgen. En daarom zouden ook arbeiders stemrecht moeten hebben, vinden die Sociaaldemocraten. Maar die liberalen zeiden van, nou de overheid moet zich zo min mogelijk met de samenleving bemoeien. Vinden socialisten dus dat de overheid zich juist wel heel veel met de samenleving moet bemoeien. Want als je iedereen alleen maar vrijlaat, ja, dan krijg je dus heel veel ongelijkheid. En als de overheid zich ermee bemoeit, dan kunnen ze zorgen dat er meer gelijkheid komt. Nou, dan de stroming van de confessionelen, het confessionalisme. He, dat waren die christenen, de katholieken en de protestanten. En zij willen de samenleving op basis van christelijke normen en waarden. En zij hebben hun aanhangers... Onder uh, mensen uit alle lagen van de bevolking, zolang ze maar katholiek of protestant zijn. Hè, christen uit alle klassen dus eigenlijk. En ook hier heb je eigenlijk weer twee stromingen. Ik noemde ze al, aan de ene kant heb je dus de protestanten, en aan de andere kant heb je de katholieken. Die denken over heel veel dingen hetzelfde, maar die hebben toch ook zo hun eigen specifieke punten nog. Nou, het liberalisme bestond al voor 1848, het socialisme, het confessionalisme, die komen pas erna op zetten. En in 1848 heb je dan ook nog weinig politieke tegenstellingen in het parlement, in de eerste en die tweede kamer. En er zijn verschillende redenen voor. Uh, de eerste is bijvoorbeeld dat er nog geen politieke partijen zijn. Dus mensen van die verschillende stromingen of met die verschillende achtergronden, die zitten eigenlijk gewoon door elkaar heen in die tweede kamer. En die, die overleggen dus ook veel meer met elkaar dan dat ze uitgaan van hun eigen politieke partij. Uh, daarnaast is er in Nederland uh, in die grondwet van 1848 een zogenaamd districtenstelsel geregeld, waarbij uh, Nederland is opgedeeld in 100 districten, 100 gebieden, want er zijn dan 100 plekken in de Tweede Kamer. En uh, de persoon met uh, de meeste stemmen in een bepaald district, in een bepaald gebied, die mag namens dat district naar die Tweede Kamer toe. En als laatste hadden we gezien is er het zogenaamde censuskiesrecht, waarbij alleen die hogere bu burgerij mag stemmen. Ja, en die zit dan ook vooral in het bestuur. En door de opkomst van de industrie, en daar zullen we later ook nog op terugkomen, zullen we zien dat ook de kleine burgerij, en de arbeidersklasse, belangrijker gaan worden. En die gaan zich dus ook afvragen van ja, wie vertegenwoordigt ons dan? Nou ja, en daar komen politieke partijen om de hoek kijken en daar gaan we in de volgende video naar kijken.